Dag jongens en welkom bij de 23 e episode van mijn Clubbrugge mode. We starten met een wedstrijd thuis te simuleren tegen KV Oostende. En ik verwacht toch wel dat we die zeker met een paar doelpunten verschil gaan winnen. José Guimines maakt zijn debuut in de basis, uh, gewoon de, zijn debuut, uh, als vervanger voor Bjorn Engels. We hadden hem aangetrokken in de vorige episode samen met nog een andere speler. Je moet toch zeker eens checken de vorige episode, want ja, we hadden toch een paar goede spelers aangetrokken. 90 e minuut, we winnen de wedstrijd uiteindelijk met slechts 2-1. Maar goed, we pakken de... 3 punten en zoals je rechts beneden kan zien is Bjorn Engels tot nu toe een top deal. Hij is met 11 miljoen euro de tweede duurste kochte speler in deze transferperiode. Uh, kijk, zoals je kan zien, we hebben we al 14,125 miljoen euro winst en 9,5 miljoen euro uh, ingekocht. Je kan je zien de GEA, Robert Perejo en José Jiménez. Kava agent heeft toch geen enkele speler ingekocht? Ah, anderrecht heeft uh, PRS, ik denk dat het misschien Enzo PRS, voor een volgende seizoen vastgelegd. Dat is toch wel een. Als dat, als dat Enzo PRS is dan toch zeker een goede uh, ja, aankoop. Um, Loker heeft Vanaak verkocht, Leijen verkocht, Persoons gekocht en Varig. Vergos, Bloem en Cabananga uh, aangekocht. Ja, ik denk toch wel dat ze het veel minder goed gaan doen nu zonder Vanaken. De Camargo en Dalo zijn verkocht bij Stondar. En ze hebben helemaal niemand uh, extra aangekocht. Dat is goed voor ons. Want uh, Standaar is toch een titelkandidaat. En ze hebben zichzelf een klein beetje verzwakt in deze transferperiode. Dus dat is toch goed nieuws voor ons. 4 uur resterend en Jelle Vossen is ook verkocht. Ondertussen is uh, Bjorn Engels uit de top 3 van duurst verkochte spelers gevallen en is Bernd Leno de top in de top 1, uh, op de top 1 gekomen voor uh, ja, 24 miljoen euro naar Juventus als vervanger voor Gianluigi Buffon. We krijgen ook nog een transferaanbieding voor Zino Gano dat ik natuurlijk accepteer, want die jongen die speelt toch geen enkele wedstrijd bij ons. Maar nu is het tijd voor de wedstrijd op RSK Anderlecht. Ik hoop op de drie punten, maar ik denk dat het heel erg moeilijk gaat zijn en ik denk dat we het toch nog goed gaan moeten knokken om er één puntje weg te halen. We speelden de wedstrijd op legendaris, zoals elke wedstrijd dit seizoen en we kregen al direct een, uh, al direct een grote Kans, maar onze keeper uh, Scuffet is alert en plukt de bal uit het doel. Paulsen, oh, gaat knap langs, twee man. De derde man aanpak. ah, er is eentje te veel. Bartolacci, oh, kom aan. Anderlecht is goed aan het verdedigen. Deze wedstrijd, ik, ga, ik krijg eigenlijk echt niet goed door. Ik beslis dan om onze opstelling een beetje aan te passen naar een 4-4-2. Uh, met centraal van de middenvelder en de centrale van de middenvelder. Misschien dat ik ook beter een beetje bredere vleugels zou pakken. En dan Bjorn uh, uh, Roberts, uh, rechts midden. Uh, waar is hem hier? Ja, hier Jose Jimenez. Alleen nee. Wacht hè? Ja, wacht. Ik zal het even zo spoelen. Voila. Uh, Bartolacchi centraal van het middenveld. Paulsen en Moses Simon van voor. Iskierdo links en Roberts rechts. Dat is toch een heel 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 snelle ploeg. Oh goed, zo Simon. Goede verdedigende actie. Kunnen tussen de twee verdedigers door? Nee. Ah. Uh. Uh, oh. Verlies de bal aan Simon knalt. Aha. Ik stond te ver van uh, doel om de bal nog goed te kunnen plaatsen. Maar toch een heel goede dubbele verdedigende actie van Mozes Simon. Dat is al uiteindelijk een corner oplevert in de 49e minuut. Deze bal ga ik proberen te laten indraaien. En daarom hebben we links voeten nodig met Andrea Bertolacci. Die komt de voorzet. goede koppaal. Aha. Bal wordt gestopt. Munier knalt. Aha. Bal wordt tegengehouden door Mbemba. Oké okay, jongens, tweede kans. Wat kunnen we hier naar deze corner. Dat is een goede corner. Densel kopt. Yes! Yes! E de bal wordt prachtig op het hoofd van Denswil gedraaid. Die dan zijn nekspieren heel goed opspant. En de bal met een krachtige kopslag voorbij uh, de keeper van Anne recht kopt. Ik ben zijn naam vergeten. Frank Achampong met de bal echt hem toch bij de voer knalt. Oeh! Ik dacht eerst dat het een penalty was, want de voer liet zich bijna vallen. Dus ik was eigenlijk gestopt en dan kreeg de voer toch nog een kans en knalde hij de bal gelukkig voor ons voorlangs. Zoals je hebt gezien, zoals je ziet, heeft André 54% van het balbezit gehad en heeft José Guiménez niet een al te beste indruk gemaakt op mij met een slechtste rating van 6,2. Ik vind dat Moses samen veel meer dan 6,3 verdient, want hij is toch heel de tijd. In de ja, goed bezig geweest, maar goed ja, zijn we zijn nu eenmaal op FIFA, daar ga ik mij niet al te veel van wakker leggen. Komt nog even een squad report maar ik wil nog even zeggen tegen jullie jongens dat ik mij graag wil excuseren dat ik een week lang niet heb kunnen uploaden uh, dat, dat, ik heb het terug gehad en dan, ja, eigenlijk de echte reden is dat ik gewoon FIFA eventjes beu was, want ik heb, uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon aan het uitkijken naar FIFA 16, ik heb wat filmpjes bekeken over FIFA 16, alles gelezen over FIFA 16, waar alles eruit gaat zien, en ik heb er eigenlijk zoveel zin in gehad dat ik elke keer als ik FIFA 15 speel dat ik dacht van, nee, nee, afzetten, want ik heb er echt geen zin in. Maar nu ben ik er weer, jongens. Ik ga nog blijven uploaden. Ik ga zeker dit seizoen nog uitspelen. En ook waarschijnlijk het uh, seizoen met de spelercarrière mode al heeft deze carrière mode met Klebrugge wel prioriteit, voorrang op die van de speelcarrièremolen, omdat die, ja, ik ga die sowieso niet, niet kunnen uitspelen. Dus ik ga eerst dit seizoen proberen uitspelen. Maar goed, jongens, uh, het is nu tijd voor de wedstrijd tegen stadsrivaal Sarkebrugge, die in FIFA 16 niet meer op FIFA te vinden gaan zijn, omdat ze gedegradeerd zijn. <laughs> Oké, okay, sorry Sarkebrugge supporters. Maar goed, we pakken de 3-0 overwinning en de drie punten. Maar nu is het tijd voor de achtste finale in de Europa League en we hebben wel een heel ongelukkige tegenstander. Heel Ongelukkige treffer, want onze tegenstander is. Arsenal. Ja, is ziet het goed? Gelukkig speelt hij niet met een beste opstelling. Met Lucas Podolski, Thomas Rosicki, Wolcek, Szczesny. Ja, dat is wel een beste keeper, maar niet een al te beste. Maar net zo Monreal. Dus er zijn een paar zwakke plekken in een ploeg. Maar het blijft met Alexis Sanchez en ja, een paar uh, topspelers nog altijd een heel sterke ploeg. Ze hebben ook Jovetic op de wang zitten. En niet altijd een grote kans van uh, Arsenal. Maar Wilshire knalt de bal. Gelukkig tegen de paal. Moses Simon. Wat gaat hij doen? Die kat naar binnen. Ja, hij heeft veel ruimte. Gaat nog verder naar binnen. KNALT! Oh, ho, ho, ho. die bal die zeilt naast de doedel. Hieruit mogen ze Simon veel meer moeten halen. Ja, ik speel nog steeds met dezelfde opstelling als tegen Anderlecht, dat we zo geëindigd waren. Dat was wel een goede opstelling. Oh, mooie pas. Van naar Ramsey. Geeft de bal terug. Alexis Ramsey! Ook. Oh, Oeh, pas op jongens. Ja, oh amai, gelukkig. Hier komen we goed weg. Ruben Neves met de dribbel is eenmaal voorbij. Gaat langs de tweede man. Voorzat dat de eerste paal. Nee, de bal gaat te ver uit. Oh, kopbal. Ah, corner. Oké, okay, jongens, wat kunnen we hier uithalen? Denswil probeert nog eens, zoals tegen Anderlecht, te scoren. Want een 1-0 overwinning is een prima uitgangspositie. Um, ja, Ruben Neves die gaat de bal. Ik probeer indraaien. Ik zie daar Denswil staan. Gaan we de bal op zijn hoofd kunnen plaatsen? Ja, dat ziet er goed uit. Ja! Nee! Oh, de bal wordt door de verdediger van de lijn gehaald. Oh man, wat Oh, zo spijtig. Maar nu moeten we ons terug constateren. Want de tweede helft is net begonnen. En Arsenal, een grote kans. Hier veel ruimte voor Alexis Sanchez. Veel te veel ruimte. Oh, jee. Oh shit. Shit, 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 shit. Ik zei nog veel te veel ruimte voor Alexis Sanchez. En die knalt de bal toch wel prachtig rechts beneden in doel. In de Jupilair Pro League was dit nooit een doelpunt geweest. Want dan had hij geprobeerd om de bal ja, de links te plaatsen. Maar hier had ja, hij goed de hoek uitgekozen. En knalt de bal voorbij de verraste uh, ja, Simon En We staan 1-0 achter, wat echt niet echt een goede uitgangspositie is. Omdat we dan twee keer moeten gaan scoren in Londen. Oké, okay, goed weggewerkt, Roberts. Kunnen we hier salen? Iets uit de corner. Een aanval. Oulare past de bal. Naar Bertolacci. Oh, veel ruimte beneden. Dat is goed. Ischierdo. Wat gaan we doen? Izquierdo, Kapt af. Nee, zijn we al niet even voorbij. Goeie kaal. Oh, wat wordt gestopt? Opnieuw. Ah, corner. Nacho Monreal. Werd de bal in corner. Uit de corners halen, we niet, veel tot nu toe. Hier uh, Paulsen, met de. Ja, hij houdt zijn bal goed bij. Gaat langs alles en iedereen. Oh, die, ik dacht dat die bal binnenvloog. Ja, hij, uh, hij gaat gewoon langs alles en iedereen. Dribbelt heel de verdediging van Arsenal op een hoopje. Maar zijn afwerking wordt gestopt door een heel goede kievende uh, Wolsthek, Chesney. Vormer, goede passen, Paulsen. Oh, ik had moeten knallen. Oh, ik, had, ik wist niet ik zoveel ruimte ging krijgen. Oh man, als ik, had, oh, als ik had gedraaid en gewoon op doel had gedraaid, was het altijd een doelpunt geweest. Oulare. Die knalt. Ah, bal wordt gestopt. Bal is nog niet weg. Oh, weer een goede save van Chesney. Ik krijg de bal gewoon niet in doel. Het lukt gewoon niet, jongens. De, precies omdat die, die muur is dichtgemetseld of zo. En er staan dan nog eens prikkel eruit voor en een bus. Da, da, kijk, ah. Miljaar. Dus we verliezen de wedstrijd met 1-0. Arsenal, 3 schoten op doel. We hadden 7 schoten op doel. En toch hebben aan de ene kant vind ik het spijtig dat we hem verloren zijn. Maar aan de andere kant ja, geeft het toch ook wel vertrouwen eh, dat we zo'n goede match kunnen spelen tegen Arsenal. ik denk dat we in de terugwedstrijd. Ja, dat toch niet onmogelijk is om die twee goals te scoren. Want hier heeft Wojciech Chesney een rating van 10. Ik denk dat als hij in de terugwedstrijd een slechte dag heeft. En, en bijvoorbeeld een rating van 6, dan hebben we dan toch zeker twee keer kunnen scoren. In ieder geval, jongens, de terugwedstrijd zullen we zien in de volgende episode. Bedankt om te kijken. En vergeet de video niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer, jongens.